Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl op deze eerste Dag. In het zuidoosten van Nederland en langs de noordkust zijn er wat wolkenvelden, maar in de rest van het land begint de dag met volop zonneschijn. En dat houden we eigenlijk ook de hele dag zo. Het is schitterend weer zowel vanochtend als vanmiddag en dus slechts een paar wolkjes aan de hemel. Het einde van de ochtend 13 tot 16 graden, maar vanmiddag is het echt lekker. 17 tot in het binnenland rond de 20 graden. Daar staat er weinig wind en ook op de stranden is de wind hoog uit 3, misschien aan het eind van de middag 4-boven. Na die heerlijke middag gaat het vanavond in het westen en noordwesten regenen. In het binnenland blijft het nog lange tijd droog, daar komt de regen pas een vannacht. Morgen hebben we dan ander weer. Er kan een enkel buitje vallen. Vroeg in de ochtend regent het ook nog in het zuidoosten. Verder zijn er wolkenvelden, soms schijnt de zon 13 tot 16 graden, dus duidelijk frisser dan vandaag. Vandaag is de dag om buiten te zijn. Dinsdag en woensdag hebben we opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en zon. Heel lokaal kan er dan een buitje vallen en de temperatuur wil maar niet omhoog. Donderdag wordt het misschien wel wat zachter, maar de kans op buien neemt ook toe. Dus al met al is vandaag de beste dag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u dan ook een heerlijke zondag.